deze videotraining laat ik zien hoe je in Profit Direct pakbonnen kunt genereren vanuit de goederenontvangst. Met deze functionaliteit kun je een aantal logistieke handelingen in het magazijn automatiseren. Hierbij is cross-docking mogelijk, waarbij de ontvangen goederen worden gesorteerd en daarna direct ingeladen om verscheept te worden, zonder deze op te nemen in de eigen fysieke voorraad. De goederen worden wel geregistreerd via de goederenontvangst en het genereren van pakbonnen in de administratie van Profit. Ook is dropshipping mogelijk, waarbij de inkooprelatie direct goederen levert aan de verkooprelatie, maar de facturatie loopt wel via jouw organisatie. Deze functionaliteit om direct pakbonnen te genereren vanuit de goederenontvangst werkt alleen als er één of meerdere verkooporders zijn gekoppeld aan de inkooporder waarvoor je de goederenontvangst boekt. Op basis hiervan kan Profit namelijk bepalen voor welke verkooporders de ontvangen goederen bestemd zijn. Met deze functionaliteit krijg je bij het voltooien van een goederenontvangst de vraag of je tevens direct pakbonnen wil genereren. Deze vraag stel je in bij de boekingslayout van de goederenontvangst. Ga in het startmenu Algemeen onder Beheer naar Boekingslayout. Ik filter op goederenontvangst en ik open mijn eigen boekingslayout voor de goederenontvangst. Ik ga vervolgens naar het tabblad Algemene instellingen en hierbinnen naar het tabblad Instellingen 2. Hier zie je het veld Pakbonnen genereren. Deze staat standaard op Nooit. Om deze functionaliteit in te stellen, kun je kiezen of tijdens de goederenontvangst de pakbonnen altijd gegenereerd moeten worden of dat eerst deze vraag gesteld moet worden. Ik selecteer vraag stellen, zodat ik bij de goederenontvangst kan kiezen of ik wel of niet direct pakbonnen wil genereren. Voltooi de boekingslayout. Als voorbeeld in deze videotraining laat ik zien hoe dit werkt bij een artikel dat ingekocht wordt via een bestelvoorstel. Via het bestelvoorstel kun je automatisch inkooporders laten genereren en toewijzen aan de verkooporders. Maar dit kun je ook handmatig doen. Voor de juiste instelling bij het artikel voor bestelvoorstel gaan we in startmenu Order Management onder Item naar Artikel. Open het artikel. Controleer of voorraad bijhouden is aangevinkt. Ga vervolgens naar het tabblad Voorraad. Controleer de instellingen en zorg ervoor dat bestelvoorstel bij verkoop is ingesteld. In mijn voorbeeld wordt altijd een bestelvoorstel voor een orderregel van het artikel gegenereerd. Controleer ook op het tabblad Inkooprelaties of een inkooprelatie is gekoppeld aan het artikel. Klik op OK. Nu gaan we een verkooporder voor dit artikel aanmaken. Ga onder Verkoopproces naar Verkooporder. Maak een nieuwe verkooporder aan. Selecteer de boekingslayout. Selecteer de verkooprelatie. In dit voorbeeld gebruik ik verkooprelatie Crossroad Media en ik maak een order op artikel 1060 voor 20 stuks. Voltooi de order. Klik ja bij de melding om deze order in het dossier op te slaan. Sluit het scherm. Vervolgens genereer je het bestelvoorstel om het artikel in te kopen. Voor het bestelvoorstel gaan we onder Inkoopproces naar Inkooporder. Hier klik je op Bestelvoorstel. Vul type item, itemcode en de inkooprelatie in. Klik op F5 Selecteren. Je ziet er inderdaad de artikelen uit de verkooporder. Bij het aanmaken van een bestelvoorstel kijkt Profit ook naar de voorcalculatieregels in Profit projecten als je hiermee werkt. Je kunt ook via het bestelvoorstel met dropshipping de artikelen door de inkooprelatie direct laten leveren aan de verkooprelatie als je dit hebt ingericht. In dit voorbeeld maak ik daar geen gebruik van en laat ik de artikelen leveren in het magazijn voor cross-docking. Na het voltooien van het bestelvoorstel gaat Profit nu de inkooporder voor dit artikel genereren en direct toewijzen aan de verkooporders die voorraad nodig hebben. Klik op OK en sluit het scherm. Zoals eerder gemeld moet er voor deze functionaliteit een koppeling zijn tussen een inkooporder en een verkooporder waarvoor je de goederenontvangst boekt. Dit geldt ook als je werkt met voorcalculatie in combinatie met inkooporder, dat dan ook een verkooporder hieraan gekoppeld moet zijn. Om te zien welke inkooporder met welke verkooporder is gekoppeld, ga je onder Inkoopproces naar koppeling Verkoop. Je ziet dat bij deze inkooporder gekoppeld aan verkoop is aangevinkt. Je ziet het inkooporder-nummer en het aantal dat is toegewezen. Dubbelklik op deze regel en je ziet vervolgens de gekoppelde verkoopregel. Sluit het scherm.
Vervolgens gaan we de goederenontvangst boeken voor de inkooporder. Ga onder inkoopproces naar inkooporder. Selecteer de actieve inkooporder van Groothandel Micro en klik op de actie aanmaken goederenontvangst. Klik op ja. Door het aanmaken van een goederenontvangst boek je de ontvangen goederen op de voorraad. Klik op voltooien. Nu verschijnt inderdaad de vraag of je direct pakbonnen wil genereren, zoals ik had ingesteld in de boekingslayout. De wizard start voor het genereren van de pakbonnen. Door het genereren van een pakbon boek je de verkochte eenheden af van de voorraad. Ik laat de datum van vandaag staan bij datum pakbonnen. Vink het veld direct gereed melden aan als deze uitgeleverd is, zodat je deze mee kan nemen in de facturatie. Vink ook het veld output wizard starten na voltooien aan als je de pakbonnen direct wilt mailen of afdrukken. Klik op volgende. Je ziet de orde die omgezet wordt in een pakbon. Klik op voltooien en klik op OK. Doorloop de wizard voor het verstrekken van de pakbon en voltooi deze. Omdat ik op AVOS online zit, gaat de verstrekking van pakbonnen via de wachtrij. Het voordeel hiervan is dat je gewoon door kunt werken terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd en je krijgt een melding zodra deze taak succesvol is verwerkt. In de weergave zie je aan de status van de inkooporder dat deze is aangepast naar geleverd. Je kunt deze pakbon terugvinden in de weergave van de pakbonnen. De gereed gemelde pakbonnen kun je hierna factureren en journaliseren. Tot zover deze videotraining over pakbonnen genereren vanuit de goederenontvangst.